Ik ben Cas. En ik ben Timo. En wij zijn EMC Game Guys. En we zitten hier nog steeds bij. Ik ging hout hakken en Cas was daar bezig. Met maar, iets. Wow! Oké. Wat? Oké, nu ga ik serieus in mijn broek plassen. Zo. Zag je de creeper net in het water zitten? Ja. Hij is bezig! Ah! Wow, ik word geript door een skelet. Wacht. Die creeper is weg! Oh, sneaky zijn niet eens weg. Oh, nu ben ik echt bang. Kut, waar is hij? Zit hij in ons huis? Want dan is ons huis weer kapot. Hé, waar is dat ding? Waar is hij? Hij kan niet ver zijn. Hij is gewoon geteleporteerd, hè, als een Enderman. Ik ga achter jou aanlopen. Sneaky. We moeten echt lichtjes gaan plaatsen hier. Zo. Nou, langs de kant is het altijd wel handig. Ik hoor een zombie. Waar is hij? Ik zie hem niet. Nee, dat is het probleem juist. Volgens mij zit er een spawner onder. Waar? Volgens mij zit er in onze tuin een zombie spawner. Hoezo? Nou, omdat ik hem vrijwel hoor. Of hij is hier ergens tussen die bomen gespawnd, dat we hem nu zien. Oh, creeper gevonden. Waar is hij? Daar bij ons, daar. Oh, daar is hij, bij een nether portal. Hallo, de nether, hij gaat de nether in. Oeh. Doe het niet, dan ga je dood. Hallo, creeper. Nee, hè. Oeh. Laat hem daar niet ontploffen, want dan gaat je geniaal. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat je achter mij aanrennen en die creeper aanviel. Creeper, waar ben jij? Timo. Ja, ik loop nu achter hem aan. Staat hij op jou geaimd? Ja. Kan ik hem dus nu aanvallen? Als goed is wel. Te laat. Maar niks bij. Doe de deur maar dicht, lijkt me verstandig. Oké, ik ga lichtjes pakken, want Timo, ik heb echt lichtjes nodig. Oké, je bent echt niet zuinig met je iron. Wat? Je bent echt niet zuinig met je iron. Ik heb ux, kom op. Ja, maar er zijn die van leer. Ja, dus. Koeien slachten voor leer en maken er ux van. Ik heb trouwens één leer nodig voor een boek. Oké, en Cas werd opgepiept. En ik zoek nog steeds torches. Dat wordt denk ik stikswerk. Dat denk ik weer. Yo. Ja, net zo mijn moeder. Cas! Ja. Heb jij ergens nog kolen? Die heb je allemaal bij, hè? Oh, er zit allemaal in chests. Waar? Daar beneden. Ik bedoel in de furnaces. Oké, ik moet er een paar hebben. Oké, okay. Ik heb nu 3. Ik heb meer nodig. Voor een boek. Ik heb niet meer nodig voor een boek. Wat bedoel ik? Boek. Oké, zo is ook geregeld. Ik ben heel blij dat ik mijn obsidian niet meer heb. Ik heb 56 torches, dus die leg ik zo meteen wel de rest even in de kist. Het wordt nu weer licht. Oké. We hebben nog 4 obsidian. Oké. Maar enchanting table hebben we nu niet veel aan, aangezien we allebei level 0 zijn ofzo, of level 1. Ik ben level 3. Zo, dan ben je al goed bezig. Het is altijd handig om zo'n ding te hebben. Oh, voor... We hadden eigenlijk een ender chest moeten hebben, zodat we gewoon stuff die we nodig hadden in de nether gewoon daarin deden. Dan... Oké, okay, ender chest. We hebben ender parels nodig. En 8 obsidian. En daar kom ik nu 4 obsidian voor tekort, maar daar heb ik zo bij gemaakt, hè? Ja. We gaan eigenlijk onze enchantment room maken. Ach jee! Nou ja, ik maak er wel iets leuks van. Ik ga eerst ons huisje even afmaken. Ik ga even hout hakken in onze tuin. Oké, doen we 2 verdiepingen op ons huis? Ja, denk ik. Ja. Wacht, hoe ga ik... Ik had iets moois in mijn hoofd, maar... Maar ja, dan moet het natuurlijk nog praktijk worden. Wacht, ik ga eerst even uitwerken zo met deugd. Voor hoever dat ik weet dat ik het zeker wil hebben. Saplings!
even kijken of er nog. Heb je toevallig nog bones of zo dat we even wat benen meer weer bij kunnen maken? Ik zal eens even kijken hier in de chest. Ik heb nog 10 botten. Nog 12. Oh, dat is allemaal 3. Oh, daar komen we wel ergens. 36. Kan ik zo meteen het bos weer opnieuw. Timo, ik heb hier 36 bomen hier voor jou. Sta je achter me? Bijna. Zo, alsjeblieft. Timo, okay. Uit de buurt blijven van die palmboom. Want ik zie nu al dat ik het helemaal verkrekt heb hier. Dus. Ik zit in de boom. Dus geen bomen planten bij, bij de palmboom. Jo, komt goed. Vanzelf, ooit. Nooit. Spijt me. Als je geluk hebt. Oké. Okay. Even kijken. Heb je nog iets van dirt? Oh, nog zat. Wacht. Dit doet niet goed. Dan gaan we vrijdag waarschijnlijk naar de Efteling met de crew, hè? Of niet? Nee, jawel trouwens. Dat zeg ik nu niet. Ik haat mezelf. Waarom? Ik zei of niet. Of we gaan niet, nee. Maar nou ook met bijna de hele crew, dacht ik. Even kijken hoor. Hoe ga ik dit... Ga ik ons huis maken? Dikke villa. Dikke villa. Bam. Bots. Oh ja, dat was... Oké, dat was de nieuwe bots. Oké, dit komt hier in de reacties. 3, 2, 1. Bots. Wat trollen we toch af, zeg. Ja, die komt in de reacties. De derde bots. Dit was de vierde. Bots. Dat was de vijfde. Oké, stop maar. Van de Mac droog. Pots, dat is het. Oké, deze sapling is de mijne. Oh, spuug. Ik heb bijna alles weggekapt. Ik heb zo meteen even weer een nieuwe plaats. Oh, dit was maar een kleintje. Dat was ook niet de moeite waard. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Ja, oké. Plaatsen. Dus niet bij de palmboom in de buurt. Gaan we ook nog meerdere palmbomen maken? Ja, eerst moet ik even kijken hoeveel ruimte ik nodig heb voor de automatische wheat farm. Ja. Nou, dat zien we wel. Kunnen we niet anders gewoon een bomenveld gaan creëren? Ja, maar dan ergens anders dan daarachter, want daar komen onze farms en zo. Gewoon ergens een bos maken. Moet ik ze nu nog gaan plaatsen? Als je boomhuw gaat gebruiken wel. Ja, dat ga ik ook gebruiken. Ik ben me niet bang. Dan moet je dat even doen, hè. Ik ga nu wel heel logisch neerzetten. Daar zit 1. 1, 2, 3, 4 tussen. Dus 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Boom. 1, 2, 3, 4. Boom. Oké, nu staan ze logisch. Dan hier weer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boom. Oh, nu staan ze goed. Oh, yeah. Hier gaan we in onze cactus. Oh ja, dat komt allemaal wel goed. Ja. Heb ik een haast, hè? Nee, bedoel ik.
Welke games willen jullie eigenlijk zien? Ja, dat is nou aan de kijkers. Van, ja. Welke games daar jullie willen dat wij gaan spelen? Een paar die zullen zeker zijn, zijn Rollercoaster Tycoon 3. Als jullie het ermee eens zijn. Aeon, League of Legends. En dan nog meer suggesties, hè? Yep. Dus geef het door via de reacties. Ja. Yeah. En wat wij dan, wat ons dan het leukste lijkt, dan gebeurt dat misschien. Ja, niet misschien, gewoon zeker. Dag Timo? Dag Kas? Toch niemand? Oké, die was slecht. Dag Freek Willem? Freek Willem. Ja, Freek Willem. Die hoort er ook bij. Freek Willem de eerste. De eerste nog wel. Nee, niet de tweede, nee. Stoer. Nou heb ik een mooi bos gemaakt. Nu staan ze mooi. Weer een keigoed boom erbij. Wacht. Nee! Nu staan ze heel logisch. Hier drie, daar zelfs vier en dan daar op de hoek eentje zo. En we zitten alweer op 11,5 minuut. Ja, dus. Time goes so fast when you're happy. When you have fun. When you have fun. Ja, maar ik heb nu geen fun. Ik ga even deze stuff weer terug in de chest leggen. Stoer. Bots! Hier komt trouwens een panorama raam. Denk ik. Oké, ik heb hout. Ik heb een hele stack. Precies een stack. What? Precies een stack? Ja, precies een stack. Meen dat? Ja. Wow, stoer. Stoer boy. Die hou ik altijd even wat bij. Die hou ik natuurlijk altijd even wat bij. Ja, het is wel goed. Wow, ik heb bijna het frame af van ons huis. Nice. Moet ik de hout komen brengen? Nee, nog niet. Ik heb momenteel nog even genoeg hout. Ik raap hier alles wat jij laat vallen wel af op, hè. Ja, dat moet. Ik ga even wat deur pakken. Dan kan ik het aan deze kant van het huis, aan de andere kant, even zorgen dat je daar ook fatsoenlijk langs kan lopen. Goed, jongen. Nou, die mode frame van de eerste video is af. Nice! Dus even kijken, dan wou ik hierboven wou ik een of andere. Ik dacht dat je me sloeg, maar dat was een cactus. Ja, die cactus sloeg mij. Dan wil ik hier op de eerste verdieping bij dit vierkante gat hier ergens. Wil ik een of andere brug maken die dan zo naar ons gebouw toe gaat ofzo. Dat is mogelijk. Wacht. Ja! Heb je eventjes een momentje, Kas? Heel even. Tomatenkaas, net zoals altijd. Tomatenkaas. Daar ben ik weer, ladies and gentlemen. Tomatenkaas, pizza of wat? Heb je het gehoord? Makkelijk, jongen. Nee, het ging over een panini. Goed, Dat is ook lekker. Dit was weer een nieuwe aflevering van die MC Game Guys. Met een tomatenkaas ham panini. En ik zou zeggen, like deze video. Zeg welke games je nou meer wil zien, horen, luisteren. En geef het door via de reacties, like deze video, geef hem door aan je vrienden via Facebook, Twitter. En andere vormen van social media. Gaan we deze aflevering nu alweer afsluiten? Yep, want we zijn nog geen YouTube-partner. Oké, hallo! Hallo!